Hoi, soms wil je je bereikbaarheid snel en met één druk op de knop kunnen aanpassen. Voor bijvoorbeeld een vrije dag of een noodgeval. Daar heb je iets voor bedacht, de tijdelijke omleiding. Met de tijdelijke omleiding kun je dus, zoals de naam al aangeeft, je bereikbaarheid tijdelijk omleiden naar de voicemail. In deze video leg ik uit hoe het werkt. Log in op de portal. Je komt direct terecht op het dashboard. Zoals je ziet, kun je aan de rechterkant een tijdelijke omleiding instellen. Goed om te weten, alleen gebruikers met de beheer- of accountbeheerrechten kunnen deze tijdelijke omleiding instellen. Dit zijn dezelfde rechten voor het wijzigen van bijvoorbeeld een belplan. Wil je snel jouw bereikbaarheid tijdelijk omleiden naar de voicemail? Dat kan. Klik op omleiding inzetten. Je kunt vanuit hier aangeven welke voicemail je wilt instellen. In de dropdown kun je kiezen uit alle voicemails die zijn aangemaakt bij beheer. Selecteer de juiste voicemail en druk op omleiding starten. Vanaf nu worden al je telefoonnummers omgeleid naar de geselecteerde voicemail. Wil je toch een andere voicemail selecteren? Druk dan op de knop wijzigen. Tijdens het wijzigen blijft de tijdelijke omleiding actief. Klik op wijzigingen opslaan om de wijziging op te slaan. Zoals je ziet is de tijdelijke omleiding ingesteld tot middernacht diezelfde dag. Deze stopt automatisch bij de volgende dag. Je telefonieomgeving volgt dan weer de routeringen van je belplannen. Wil je de tijdelijke omleiding eerder stopzetten? Druk dan op omleiding stoppen. Je bent nu weer bereikbaar. Handig om te weten, als je de tijdelijke omleiding hebt ingesteld, dan zien al jouw collega's dit boven in de balk van de webphone en de portal. Uiteindelijk zal deze feature ook in de app worden verwerkt. De tijdelijke omleiding is dus ook in de webphone gebouwd. Het principe werkt gelijk aan de platformversie. Ook in de webphone zien alle gebruikers wanneer de tijdelijke omleiding is ingesteld. De gebruikers met de juiste rechten kunnen ook via de webphone de tijdelijke omleiding instellen. Dit is dus hoe de tijdelijke omleiding werkt. Goed om te weten, dit is de eerste versie van deze nieuwe feature. We gaan hem nog verder ontwikkelen en zijn er nog druk mee bezig. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het selecteren van tijdsvakken of meldingen. Wil je op de hoogte worden gehouden van updates met betrekking tot deze nieuwe feature? Hou dan voice.nl/updates in de gaten.